Hoi, ik ben Peter. Vlog nummer 3, hoe ik als fysiotherapeut en vitaliteitstherapeut ervaar hoe het is om zelf te revalideren na een schouderoperatie. Laat ik beginnen met de Peter-truc. Had ik de vorige keer al wat vragen over. Normaal gesproken, als je je peter wil strekken, doe je dat natuurlijk met twee handen. Daar heb je zelfs een diploma voor gekregen misschien, als kind zijnde. Maar ja, ik heb maar één hand en wel geteld mijn linker. Ik ben rechtshandig. Dat maakt het dus nog net even iets ingewikkelder. Tenminste, zo ervaar ik het. Ja, hoe zit dat? Nou, wat je doet, is je hebt natuurlijk je veter. Normaal gesproken heb je links en rechts, of doe je hem er heel. Maar nu lus je hem gewoon één stuk. Dus je bindt hem eerst vast aan de onderste. Dus je, hier heb je een staartje en daar zet je hem vast. Dan lus je hem gewoon van links naar rechts. Op die manier door je schoen heen. Totdat je natuurlijk de laatste hebt. Dan heb je volgens mij dus één veter. Nou, hoe kun je daar dan mee strikken? Want je hebt maar één veter. Nou, je hebt gelukkig nog dat laatste stukje wat je ook hebt. Wat doe je? Je doet de veter. Maak je een soort lusje. Die trek je eronder door. Dus als ik het in het groot uitdoe. Zo. Die trek je als het ware zo eronder door. Even iets dichterbij. Zo. Trek je hem eronder door. Dan heb ik hier een lusje. In dat lusje doe ik twee vingers. Pak ik. Dat staartje pak ik vast en op die manier trek ik me naar me toe. En voilà, ik heb mijn veters gestrikt. Dus opnieuw, trek hem weer los. Losmaken gaat dus ook heel makkelijk. Het staartje doe ik onder het laatste touwtje door. Trek hem een beetje strak. Twee vingers er doorheen. Ik pak dat andere staartje vast en uiteinde vast. En dan trek ik me naar me toe en ik maak een mooie lus. Nou, trek hem vast, doe ik hem in mijn schoen. En dat zit. Perfect. Zit als gegoten. Nou, zoals je merkt ben ik weer thuis. Fijn. Gelukkig weer. En het is mooi weer. Dat is ook een erge bijkomstigheid. Ik had na de operatie toch wat naweeën in relatie tot beroerdheid en pijn. Ja, dat mag logisch zijn. Dat zal iedereen ook hebben. Dan heb je natuurlijk de pijnstilling voor, normaal gesproken. Dat dacht ik ook. Ik denk, nou, laat ik de volle dosis pakken, of volle dosis, de naproxen erbij pakken. Dus je hebt één paracetamol, daarna komt een naproxen. Is dat nog niet voldoende, kun je dus ook nog oxycodon gebruiken. Nou, dat is wel een heel sterk middel. Paracetamol, merkte ik, dat is net niet voldoende om in elk geval nog enigszins aandacht te kunnen hebben voor de mensen om mij heen. Dus ik dacht, ik pak ook een tweede en ter voorbereiding op de nacht, ik pak ook de naproxen. Twee naproxen hebben gehad, of tenminste dus de tweede keer, zei mijn maag toch, nou Peter, dat lijkt me niet zo'n slim plan, want je eten komt er gewoon net zo hard weer uit, één van de twee kanten. En nou was het misschien ook niet handig in de combinatie met wat ik gegeten heb, dat waren wraps, en volgens mij staat er wat kruiden doorheen, mijn moeder wel heel lekker gemaakt, maar er zaten wat kruiden doorheen, dus dat zal ook de combinatie zijn. En het zal ook de combinatie zijn dat je natuurlijk nog uit de narcose bent. En niet helemaal in normale gezondheid bent. Maar het leek me in elk geval goed om daarmee te stoppen. In elk geval met een naproxen. En kijken of ik het met de paracetamol op zichzelf af kon. Want ik merkte dat ik s'nachts niet zozeer wakker was door de pijn. Maar dat ik vooral wakker werd of was vanwege de beroerdheid. Of omdat ik naar het toilet toe moest. Dat leek me niet de juiste keuze. Tot dusver doe ik het alleen met paracetamol en gaat het goed. Het is doable. En wel grappig, gisteren vroeg de buurman ook, of de buurvrouw, van hoe hoog is dan die pijn op een schaal van 0 tot 10? Want dat krijgen wij ook altijd horen. En ik van ja, die vraag stel ik natuurlijk ook altijd. Op een schaal van 0 tot 10, hoe hoog is die pijn? Ik zeg nou, ik heb een pijn die wel continu aanwezig is, die is duidelijk aanwezig, maar ik kan mij wel laten afleiden door een gesprek of door dat ik iets lees, waardoor de pijn naar de achtergrond. Hij blijft aanwezig, maar gaat naar de achtergrond. En ik zou hem dan inzetten op een schaal van 0 tot 10, misschien op een 4. En als ik mij heel rustig hou en ik ga rustig liggen, dan heb ik inmiddels ook een moment dat ik echt bijna naar 0 of naar 1 kan. En daar ben ik wel heel blij mee. Want dat was in het begin niet zo. En afgelopen, ja, eigenlijk vannacht was de eerste nacht ook dat ik dacht, oké, hij kan even pijnvrij liggen. Het vervelende wel is, je wordt na anderhalf uur, dus zeg maar na één slaapcyclus, word je wel echt duidelijk weer wakker. Wat inhoudt dat je gaat liggen, je nestelt jezelf helemaal in, je legt rustig je deken over je heen. Je ligt, nou, alsof je in een soort doodskist ligt, bijna voor je gevoel, maar je ligt dus echt op je rug.
En na anderhalf uur ongeveer, dus als je een slaapcyclus hebt doorlopen, dan word je wakker. Dan wil je eigenlijk heel graag even naar je zij liggen, draaien. Dat gaat niet. Pijn begint dan weer toe te nemen. Nou, dan is eigenlijk voor mijn gevoel maar één optie. En dat is dat rustig omhoog komen. Dat moet je wel langzaam doen. Rustig omhoog komen om even rechtop te gaan zitten. Even te laten afzakken. En als je denkt, nou, dat gaat wel weer, dan ga je weer liggen. En dan kun je weer een slaapcyclus doen. Eén nacht heb ik er nou ook voor gekozen om te zeggen dat ik in zo'n... toen ik bij mijn ouders sliep, die hebben zo'n heerlijke sta-opstoel. Waarbij je dus net, overdag ook zou kunnen slapen. Nou, daar heb ik gebruik van gemaakt in de nacht. Dus ik ben heerlijk in zo'n sta-opstoel, zo'n luistoel gaan liggen. En ook daar anderhalf uur kunnen slapen met een arm op een kussen. In plaats van een Mitella. Mag wel niet, maar daarmee kon ik hem wel ontspannen. En op die manier kom je dan toch de nacht door. En afgelopen nacht ben ik op die manier er maar, dus, even kijken, 4 keer uit geweest. En dus op het einde daal je dus net die slaapcyclus niet helemaal meer. Maar goed, uiteindelijk slaap je dus wel. Ook wel tot de conclusie gekomen dat mijn kennis op het gebied van slapen wel handig is. Dat je dus daar ook niet, niet heel te druk over maakt. Kijk, het helpt je vooral natuurlijk slaap om een betere focus en beter te beoordelen hoe het met mijn schouder gesteld is. Maar ook wel bewust ben dat ik dus na de uren voor 12 uur, ik zeg wel eens tellen dubbel, maar heel bewust dus op tijd naar bed ga. Maar ook zeg dat 6 tot 8 uur na mijn natuurlijke wektijd, ik bewust dus weer ga zeggen dat ik weer ga slapen. Ik dacht vandaag, ik zet mijn wekker, omdat ik een soort powernap wou doen, op een half uur. Achteraf had ik hem volgens mij geen wekker hoeven zetten, want ik denk dat ik een volledige slaapcyclus had kunnen doen. Want nu schrok ik echt wakker, terwijl ik normaal gesproken als ik een powernap doe, na 12 minuten ik standaard wel weer wakker word. En dan voel ik me ook weer fitter. Maar je merkt zeker, dat ik gisteren ook, daar heb ik 3 keer zo'n powernap ingelast. Dat helpt je echt wel, ook wel in de pijnbeleving, in je humeur ook, naar de mensen om je heen. Want daar moet je wel, dat merk ik wel, daar moet ik ook echt voor uitkijken. En ik heb het ook wel tegen mijn vriendin verteld van, schat, als ik ergens in deze periode chagrijnig ben, is het niet naar jou toe, maar het zal waarschijnlijk meer te maken hebben dat ik met mezelf dwars zit of vast zit. Want ik heb natuurlijk ook, ik ben hun heel dankbaar dat zij mij kunnen helpen. Ik hoop ook niet dat ik soms, als ik chagrijnig ben, dat uit naar hun toe. Maar volgens mij gaat het er dus wel redelijk. En dan wel als het helpt als ik dan tussentijds ga slapen. Verder, ik heb zelf een eigen Mitella aangeschaft. Is ook wel een ding. Je bent fysiotherapeut. Ik ben fysiotherapeut. En dan lig je dus in het ziekenhuis. En dan komt er een fysiotherapeut langs om te vertellen van waar je moet houden, welk protocol, wat er gebeurt. Nou, op het moment dat je dus zegt dat je fysiotherapeut bent, zegt hij, oh, maar dat weet jij dus waarschijnlijk al. Ik zei, nou, zie mij alsjeblieft even als een patiënt. Ik zei, ja, ik denk dat ik wel wat weet, maar het zal toch anders zijn als ik als patiënt dan als ik als fysiotherapeut ben. Want hij dacht, mooi, dan, toen ze het leek er bijna op, dacht, mooi, dan kan ik zo door naar de volgende. Hier niet veel tijd voor nodig. Maar goed, hij heeft toch daar het nodige uitgelegd, waarbij ik dus na het helaze nieuws te horen kreeg dat ik mijn Mitella echt 6 weken lang dag en nacht moet dragen. Maar goed, daar hoop ik mijn weg in te vinden. Maar ook naar de Mitella, hoe je de Mitella omdoet en hoe je hem gebruikt. En ik had een Mitella om, die krijg je gewoon standaard om tijdens de operatie. Nou, prima. En die eerste dag heb je gewoon een rubberen arm, dus je voelt echt helemaal niks. Dus dat is trouwens ook heel bijzonder om te ervaren dat je een rubberen hand hebt. Of een rubberen arm. Want je voelt dus echt helemaal niks. Hij ligt er wel, verder ben je dan redelijk bij, maar die arm ligt wel, maar je voelt dus niks. Dus ik s'avonds ook bij het eten, ik dacht, nou, ik prik eens met een vork, zoals in je vinger, van dan voel ik dat nou? Je voelt het gewoon echt niet. En dat je, dat vond ik ook heel bijzonder mee te maken, dat je dus in je gedachten, dus je duim en je wijsvinger naar elkaar toe brengt. Maar als je dat doet, komt er dus een moment dat je die twee elkaar raken. Maar als je dat in je gedachten doet, bij je hand, waar je geen controle over hebt, omdat hij dus nog verdoofd is, breng je je naar elkaar toe. En voor je gevoel doe je dus dit. Je gaat gewoon langs, er komt geen contactmoment. Dus in je hoofd doe je wel die beweging, maar er gebeurt niks. Nou, op een gegeven moment dan ben je daar wel mee bezig. Dan probeer je een vuist te maken. Dus in je hoofd maak je een vuist. En je doet echt heel hard je best. En het enige wat er dan gebeurt, of met mijn rechterhand, is het enige wat er dan gebeurt, is een vinger die dan beweegt. Heel gek. Dus je stuurt het wel aan,
Maar de informatie komt totaal niet over. En gaandeweg van de avond, dus van de dag van de operatie, dus 's ochtends om 8 uur werd ik geopereerd en 's avonds ongeveer, toen begon het eerste gevoel weer een beetje te komen, is dat je voor het eerst weer een soort ongecontroleerde beweging maakt in je vinger, terwijl je voor je gevoel gewoon een vuist maakt. En dat is inmiddels al gelukkig helemaal goed. Maar terug te komen dan op die mitella, ja, je voelt niks van die mitella. Je weet niet hoe die precies zit, dus ja, je merkt dat je arm al een beetje gesteund is, maar verder niks. Ik had alleen elke keer moeite dat ik het gevoel had dat mijn arm eruit gleed. Dus, de fysiotherapeut is langs geweest, komt later, gaat hij doen. Er was nog iemand op de zaal, dus hij kwam later nog een keertje. En tegen die tijd kon ik zelf in elk geval weer op de rand van het bed zitten. En was ik zelf een keer naar het toilet geweest, maar ik merkte al bij mitella dat, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik mitella op die manier 6 weken lang moet gaan dragen. En, nou, ik denk, nou, laat ik de fysiotherapeut toch eens vragen, goh, eens kijken of mijn mitella goed zit. Nou, en hij kijkt, en hij zegt van, ja, weet je, hij zit niet helemaal goed, dus hij doet hem wat los en hij zit hem weer vast. Hij zegt van, ja, dit is denk ik wel het meest maximale wat ik eruit kan halen, want een maat groter gaat jou niet passen. Dus, en ik had namelijk een maat kleiner, wat ik nu heb. Maar hij geeft aan, dus nou, een maat groter gaat niet passen. Dus ik dacht, nou ja, oké, het zal wel. Ja, ik heb er nu niet heel veel last van, want mijn arm is toch doof. Het zal wel, dus hij zou het wel weten. Maar hij zou wel weten hoe die maat groter uitziet dan. Ik had werkelijk waar eerlijk gezegd niet bewust, heb ik nooit naar gekeken als fysiotherapeut. Van, nee, er zijn daar verschillende maten in. Eenmaal thuisgekomen en die dag daarna, toen merkte ik al die mitella. Ik denk, nou, dit ga ik geen 6 weken volhouden. No way. Dus ik eens kijken toch van, oké, nou, wat weet ik over mitella's? En dan kun je de afstand bepalen tussen je duim, het begin van je duim en je elleboog. Dat is een bepaalde afstand. En ik had maat M. En maat M was volgens mij van 30 tot 38 centimeter. En dat is opgemeten. En ja, dat zie je zien. Dus net, natuurlijk net 39. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze tijdens de operatie ervoor gekozen hebben om maat M te doen. Omdat ik verder niet heel groot ben. Gezien mijn lengte en mijn gewicht. Maar 39 zul je net zien, past niet. Dus toen dacht ik, ja, weet je, het was inmiddels bijna 5 uur. Dan kan ik gaan bellen, dan kan ik moeilijk gaan doen. Ik kan ook gewoon kijken of ik zelf eentje kan bestellen. In dit geval zelfs gewoon bij bol.com. Niet per se reclame maken, maar gewoon bij een of andere webwinkel. Ik hoefde niet eens mijn eigen leveranciers te raadplegen. Want deze werd gewoon de volgende dag netjes bezorgd. En toen ik deze ook om had, dus dit is maat L, dacht ik ook van, ik kan eindelijk wat ontspannen neerleggen. Dus dat gaat al een stuk beter. Maar dan ook wel weer beseffend dat een fysiotherapeut me daar zegt, nou, ze gaat goed. Dus ik dacht wel, ik stel, ik zou niet als fysiotherapeut er zelf op naar kijken. Hoe zou ik dat dan interpreteren? Zou ik dan gewoon denken, van, nou, weet je, het zal wel goed zijn en ik zal het wel zo moeten. En dat je dus na 2 weken lang loopt te kloten tot eerst de volgende controle. Maar goed, gelukkig heb ik zelf wel de kennis en heb ik er zelf naar kunnen kijken en ook de actie kunnen ondernemen. Want ik moet zeggen, zo'n mitella, 6 weken lang, het moet mijn vriendje gaan worden. Dus je probeert echt het beste ervan te maken. Omdat je echt met alles met één arm best lastig is. Mijn dochter is nu gelukkig naar de crash, dus ik heb mijn hand vrij. En verder probeer ik, opvallend is het van het weekend ook, vroeg iemand van, hoe gaat het dan met je? Nou, en dan heb je een gesprek. En een van de punten die ik ook zei, het is net omdat je leven even stilstaat. Staat even on hold. En dat bedoel ik niet richting de depressieve kant. Dat weet ik, daar moet ik voor uitkijken. Maar de depressieve zijde. maar meer naar het van, ja, het staat even stil. Ik weet dat ik kan steunen, kan toevertrouwen op mijn collega's. Mijn collega's kunnen nog heel goed de patiënt zien, zowel bij de rugpolie, waar ik heel dankbaar ben om daar te mogen werken, dat ze door kunnen draaien. Ik kan online, kan ik nog wel wat dingen doen. Maar ook het team bij Movital, dat het gewoon allemaal wat draait. Iedereen weet wat hij moet doen. Dus ja, als ik daar een keer een week niet ben, dan ook geen nood aan de man. Maar dat je dus daar bewust hebt, ja, mijn leven staat even voor je gevoel stil. Er zijn heel veel momenten geweest dat ik dacht van, ik wou dat mijn leven even stil stond. Dus nu het zo ver is, denk ik, nou, laat er dan maar zoveel mogelijk van genieten. En accepteer maar dat je deze week dus alles wat je doet meegenomen is en that's it. Dus ik probeer het op een
positieve manier in te vullen. Dat even je, de dingen die je normaal gesproken in je hoofd hebt, de doelen die je hebt staan, de dingen die je belangrijk vindt, even gewoon letterlijk even, nou, weet je wat, ik zet het even op zijn plek en we kijken wel wat er gebeurt. Nou, bijna een soort een mooie reflectieweek die ik dan nu mag meemaken. Ja, genoeg dingen denk ik verteld. Er zijn nog heel veel dingen te vertellen, want ik merkte ook dat ik heel veel ideeën tussentijds heb van, oh, dat is handig om te vertellen. En ik zit nu even te denken of er meer dingen nu zijn die me nu te binnen schieten, maar nee, ik denk dat ik zo even laat. En eind deze week zal ik weer een vlog neerzetten. En dan kan ik weer vertellen hoe het met me gaat. Dan zal ik waarschijnlijk iets vertellen ook over hoe ik zelf ervaar om tussentijds oefeningen te doen. Etc. Nou, tot de volgende keer. Doei!